dress and a hat. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. Vandaag zijn we 12 november. En het is nu iets voor 7. Om 7 uur zal ik aan het zwembad staan. Dus nu ga ik een vlog alles klaar, maar ga ik mijn onderachter te gaan werken. Net alles ingepakt wat ik nodig heb vandaag, qua eten en zo. Nu ga ik nog mijn schoenen aandoen, mijn trui aandoen en mijn jas aandoen en dan vertrek ik richting het zwembad. Hallo, het is nu 5:30 en ik zit hier met mijn laptop omdat ik nog wat vlogs wil editen. Ik ben net terug van mijn werk. Ik heb nog een klein beetje heel eventjes met mijn zus gepraat. Een kwartiertje, een half uurtje. Dan ben ik gewoon weer hier gekomen. Mijn laptop opgedaan voor vlogs, want ja, ik zit toch wel, ik heb al een paar dagen niet meer geëdit. Ook omdat de afgelopen weken nogal druk was met de webinars die ik elke dag volgde. Ik had namelijk geen pakket aangekocht waardoor ik ze kon terugbekijken, dus ik moest ze allemaal live bekijken. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik ja, nu een beetje achterloop met het editen. Film ben ik trouwens de vlog van 23 oktober uitgesneden. Dan start jullie van 22 oktober geknipt en start jullie van 4. Hey, ik heb net 2 vlogs geëdit en ik moet eerlijk zijn, ik had er echt veel meer. Ik had er echt zeker 3 kunnen editen. Maar ik werd afgeleid door dit ding. My phone. En dan ook zo van die pop-up gedachten, die kende het wel. Van die dingen dat je niet mag vergeten en omdat je hoofd een 7 is, doe je direct. Het is trouwens echt heel koud hier, daarom heb ik deze mottige kleercombinatie aan. Maar straks ga ik in mijn living zitten met de verwarming aan. Hey, ik heb ook nog even een vlogje ingepland, want... Ja, mijn vlog voor vanavond was nog niet ingepland. Dus ja. En nu ga ik eten maken, want mijn buikje begint te grabben. Vandaag eet ik deze rare combinatie van stoofvleessaus, butternut en rijst. Vandaag is het tijd voor een nieuw pakje. Nu is hij helemaal gevuld trouwens. Behalve dit had. Dit had en dit had, maar dit is nog 1. Ik zit trouwens alleen verder, dus er moet nog maar 1 komen, denk ik. Oké, tijd voor het pakje. Het kan hier bijna niet in. Oké, we gaan openmaken. Ik heb nog altijd deze mottige trui aan. Oeh, mijn zakjes! Streepjes sokken, bamboom sokken en banana sokken. Yeah. Sokkies. We wish you a Merry Christmas. Hey, ik ben echt al mijn kerst, al mijn herfstgerief. En het weghalen zodat ik plaats kan maken voor al mijn kerstachtige dingen. Ik ben blij. We wish you